Voorzitter, ik ontmoet de nieuwe minister nu voor het eerst in haar hoedanigheid van minister van Defensie. Dus ik wil haar nog van harte geluk wensen met deze benoeming. En om alleen ter zake te komen wat betreft dit VSO. In september van dit jaar spraken 11 Europese ministers van Buitenlandse Zaken, waaronder minister Rosenthal, met elkaar in Warschau over de toekomst van Europa. En na afloop van die bijeenkomst riep een groot aantal Europese landen onder leiding van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken expliciet op tot de vorming van een Europees leger. Oud-minister Rosenthal, de VVD-minister Rosenthal, liet een week later in een schriftelijke reactie aan de Kamer weten dat hij Europese militaire samenwerking wel belangrijk vond, maar niet de visie deelde dat dit uiteindelijk tot een Europees leger zou kunnen leiden. En de vraag is nu of de nieuwe regering ook een toekomstig Europees leger uitsluit. In het schriftelijk overleg dat we hebben gehad met deze minister over de Raad Buitenlandse Zaken, werd op deze vraag geen antwoord gegeven. En mijn fractie wil op dit moment wel graag duidelijkheid hierover. Zal deze nieuwe regering in Brussel duidelijk afstand nemen van plannen die leiden tot de vorming van een Europees leger? Vandaar de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat een groot aantal Europese landen onder leiding van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken expliciet heeft opgeroepen tot de vorming van een Europees leger. Overwegende dat Nederland een soeverein land is en onze krijgsmacht nooit deel moet uitmaken van een Europees leger, verzoekt de regering duidelijk afstand te nemen van plannen die leiden tot de vorming van een Europees leger en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt zij deel uit van de beraadslaging.